F van vliesdeken. Ik denk dat ik een van deze doe, want die knisperen. Dan komen we misschien wel aan bij de moeilijkste letter. Dat vond ik de Q. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Vandaag ga ik het alfabet shoppen. Mocht je dat nog niet kennen, het is echt ontzettend leuk. Je gaat namelijk voor elke letter van het alfabet iets kopen. Zeg maar bij de G bijvoorbeeld een geurkaars, bij de A een afwasborstel. En zo ga je eigenlijk het hele alfabet langs en voor elk letter een bijpassende product halen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik neem jou mee naar de Action en ik ga even kijken wat ik allemaal ga halen. Dus heb je zin in deze video, doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van mijn Action en dan gaan we snel naar de Action toe. X voor XXL schoonmaakdoeken. En als het goed is ligt dat hier. Dit is XXL. Het zijn hele chille schoonmaakdoekjes, ook voor je auto. Ik zie hier zwarte borden, van die stenen zwarte borden. Dus ik dacht de Z voor zwart bord. Die neem ik mee. En de V van vergiet. Bij de C dacht ik aan cupcakes. Dus ik neem deze cupcake vormpjes houder mee. Dat heb ik nog nodig. Dat vind ik echt leuk. Dan de F van vliesdeken. Dus een flanel vliesplaat. Even kijken welke ik hier leuk vind. Maar er is in ieder geval genoeg keus. Oké, dan de G van geurkaars. Nou, daar kunnen we nooit genoeg van hebben. Ik hou van geurkaarsen. Ik denk dat ik een van deze doe, want die knisperen. En ik vind die vanille wel heel lekker. Het is ook wel echt schattig. Nou, wij zijn goed geslaagd. Oké, ik ben terug en het ligt hier echt bomvol met spullen. Het is echt ontzettend veel en ik vond het zo leuk om te doen. Echt heel erg leuk. Toevallig gaat mijn zus ook uit huis, dus we hebben ook nog wat dingen voor haar meegenomen. Dus dat vond ik alleen maar leuker, of des te leuker natuurlijk. Dus laten we snel beginnen, want het is veel. Voor de letter A dacht ik aan een afvalemmer. En het is een heel erg mooi mat zwart kleurtje. Dit is een 3 liter en ik vond deze mooi om voor mijn uitzet. Kost €5,95. Voor de letter B heb ik een broodtrommel meegenomen. Ik ga stage lopen, dus een broodtrommel, dat komt wel echt goed van pas. Ik had het ook nog niet. En deze is ook lekker groot. Het is gewoon doorzichtig, lekker groot. Ik kan hier voor alles in kwijt. Wrap, broodje, fruit. Dus dat vind ik heel fijn. Dus de B voor broodtrommel. En deze die kost €1,59. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jij voor de letter B had gekocht. Dus laat het me weten in de comments. Bij de letter C moest ik denken aan cupcakes en dat hebben jullie in de winkel ook al kunnen zien. Ik heb jullie meegenomen en ik zag deze cupcake houder of muffin houder. Maar hierin kun je dus ook cupcakes bakken. Dus ik dacht, dit vind ik leuk, zo'n houder. Dit heb ik ook nog niet. En die kost €4,95. Voor de letter D dacht ik aan een dienblad. Ik heb dit zwarte dienblad meegenomen en deze is voor mijn zus. Hij is echt heel erg mooi eigenlijk van hout en dan is die gewoon zwart. Dus hier kun je echt hele leuke kaarsjes op doen. Dus een dienblad. En deze die kost €5,95. Voor de letter E dacht ik aan eitjes. Ik zag dit namelijk bij de paasafdeling liggen en ik dacht, oh, dit lijkt me heel erg lekker. Dit zijn van die Milka Oreo eitjes. Dus deze heb ik gehad bij de E, eitjes. En deze kost €2,69 en dan heb je er 4. Vliesdeken voor de letter F. Heel erg mooi, een beetje beige kleurtje. En dit gaat ook helemaal leuk in het huis van mijn zus staan. Dus, en dit is de maat 150×200 cm. Maar echt een heel erg lekker stofje. En deze kost €7,95. Wat zou ik toch bij de letter G doen? Een geurkaars natuurlijk. Ik kon dit niet laten liggen. Deze brandt nu ook daar zo. Ik, volgens mij zie je het net niet. Daar op de plank. Ik vind deze heel erg lekker. Dit is de Tree Wick van de Action. En dat is dus zo'n knisperkaars in de geur vanille. Met zo'n houten lont. Heel erg lekker. En deze kost €4,50. Voor de letter H dacht ik aan een houten doos. Of iets van hout. En ik zag deze houten doos. Of eigenlijk een kist. En dit vond ik heel erg handig. En je denkt vast waarom. Maar ik maak dus heel erg vaak eigen adventkalenders. En ik weet dat ik er heel vroeg bij ben. Maar die doe ik altijd in van die zakjes. En ik zag deze. En ik dacht, oh, dat is perfect om ze daarin, zeg maar, die zakjes te doen en dit te geven aan een persoon. Dus je kan het ook voor, gewoon voor cadeautjes gebruiken. Ik wil het dus daarvoor gebruiken. Maar ook qua opbergen is het heel erg handig. Dus de H van een houten doos of houten kist. Deze kost €4,50 en heb je in verschillende formaten. Dus ook nog een wat kleinere formaat. Maar ik heb de grootste meegenomen. Toen kwamen we bij de letter I en die vond ik heel erg lastig. Ik dacht zelf iets van ijzeren dingen of zo.
toen dacht ik opeens... Iced tea. Dus ik heb Iced tea meegenomen. Deze Lipton, de original variant. De Eva Iced tea. En deze kost 60 cent. Bij de letter J dacht ik aan een Jutten mand. Dus ik heb deze meegenomen. Een hele mooie mand. En deze mand die kost 8,95 euro. En die is altijd leuk om bijvoorbeeld een dekentje in te doen. Of opbergmand. Dus deze. Een kaarshouder voor de letter K. Ik vond deze zo ontzettend mooi. Een beetje een bruinige tint. Heel erg mooi glas. Dus ik kon deze niet laten liggen. En deze kost 2,99 euro. Dan voor 1,49 euro en de letter L heb ik deze LED-lampstrip gehaald. Ik wilde dit heel graag hebben en dit is in de kleur Warm White, geloof ik. Ja, Warm White. En dit is dus zo'n strip en die kun je bijvoorbeeld achter je tv doen, zoals hier. Maar ik dacht zelf aan om dit onder mijn bed te doen. Dan komen we alweer aan bij letter M. En voor de M heb ik een make-up palet meegenomen. Ik vond deze zo mooi. Dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Echt hele mooie kleurtjes. Maar het palet zelf vond ik ook al heel erg mooi. En deze die kost 4,49 euro. Voor letter N heb ik deze Nivea Shower Gel meegenomen. In de geur of in de smaaksoort Care and Relax. Het zag er in ieder geval lekker uit. Dit is hem. Het is ook echt een mega grote verpakking. Dus de N van Nivea. En deze kost 2,96 euro. Dan voor 1,79 euro heb ik voor de letter O van die Organize bakjes meegenomen. Het liefst wilde ik alles in het zwart, maar dat was er niet meer. Dus ik heb ook donkerblauw meegenomen. Maar op zich is het niet heel erg. Ik heb dus 6 van zulke mandjes meegenomen, want ik wil mijn ladekast helemaal organiseren. En ik dacht, daarvoor heb ik Organize bakjes nodig. En dit zijn echt perfecte Organize bakjes waar ik alles in kan organiseren. Dus dat heeft de Action ook. Dus die heb ik meegenomen. Dan voor de letter P heb ik een plateau meegenomen. En dit is leuk voor de hapjes, wat je hier bijvoorbeeld op ziet. Maar ik dacht, het is ook leuk om een taartje hierop te zetten. Dus de P van plateau. En ik vond deze houten ook heel erg mooi. En deze die kost 5,95 euro. Dan komen we misschien wel aan bij de moeilijkste letter. Dat vond ik de Q. We hebben echt heel erg lang gezocht. En uiteindelijk kwamen we deze tegen. Namelijk deze kwartsroller. Dit is een gezichtsroller gemaakt van rozenkwarts. En ja, dit gebruik je dus nu heel erg veel voor je gezicht. Ik vond hem vooral heel erg mooi qua kleur. Dus de Q van deze roze kwartsroller. Het was een hele uitdaging, maar we hebben hem. En deze kost 2,50 euro. Dan bij de letter R heb ik deze remover meegenomen. Dit kun je namelijk over je kleding of over andere dingen halen. En dan had dat die pilletjes, zeg maar, of hoe noem je dat? Als iets pilt, dat had het in ieder geval weg. Zo'n apparaatje, echt heel erg handig. Ik moet zeggen dat ik wel een jas heb met heel veel van die pildingetjes. Dus dan is dit echt ideaal. Zijn er nog pilletjes? Ik bedoel, als iets aan het pillen is. Volgens mij noem je dat toch zo? Als iets... Nou ja, volgens mij begrijpen jullie wel wat ik bedoel. Dit is in ieder geval 2,99 euro. Dan voor de letter S, een stoffer en blik. Ik vond deze er echt leuk uitzien. Een beetje lichtblauw. En dan nog van dat hout. Dus ik vond dit heel erg leuk. Dus deze. En deze kost 2,89 euro. Dan voor letter T kwam ik bij deze theelichthouder. Heel erg leuk. Ook deze is voor mijn zus als ze uit huis gaat. Maar hoe mooi is dat? Het is dus echt van het glas. En daar zet je dan 4 theelichtjes in. Dus van die kaarsjes. En dan zie je dat in een weerspiegeling door dat glas. Ja, dan lijkt het gewoon alsof je echt vet veel kaarsjes aan hebt. Je hebt deze ook in de versie met 3 theelichtjes. Die is wat smaller, zeg maar. Wat langer, maar dit is een vierkant. Dus wij hebben voor de 4 gekozen. Maar hoe leuk is dit voor op de tafel? En deze T van theelichthouder is 5,95 euro. Dan de letter U. En die vond ik ook nog wel vrij lastig. Maar toen kwam ik dit tegen. Namelijk een Universal Car Phone Holder. Dus dit is universeel. Dus dit begint met een U. Maar dit is altijd handig voor je auto. Ik moet zeggen dat ik er al eentje heb. Maar als mijn vriend een auto krijgt of zo of gaat halen, dan is dit wel leuk om als cadeautje te geven. Dan heeft hij er ook heen. Dus dit ga ik als cadeautje bewaren. En deze kost 1,79 euro. Dan voor de letter V dacht ik aan een vergiet. En ik vond deze zo mooi. Het is echt van het zwart. En de binnenkant is dan zilver. Maar ik vond het echt een mooie vergiet. En dit is ook altijd handig voor de uitzet. Dus deze heb ik meegenomen. En deze kost 2,28 euro. Dan komen we aan bij de letter W. En ik dacht gelijk aan washi tape. En ik vond deze zo ontzettend mooi. Kijk, dit heeft echt van die zwarte en gouden, zilveren
en chroom kleurtjes. Ik vond het heel erg leuk. En ik ben een plakboek begonnen. Dus dan vond ik washi tape heel erg leuk. Voor de letter X moest ik denken aan deze XXL wipes. Ik heb deze altijd in de auto liggen. Want dat vind ik gewoon fijn om even snel iets schoon te maken. En ze zijn echt oprecht heel erg fijn in gebruik. Dus toen ik dacht aan de letter X, wist ik meteen dat ik deze XXL wipes mee ging nemen. En deze kostte maar 99 cent. Dan de letter I. En bij de I moest ik denken aan deze yoga mat. In het roze. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze in gebruik is. Maar ik had wel een nieuwe nodig. Dus ik heb deze yoga mat meegenomen. En deze roze yoga mat kost 8,95 euro. En dan komen we alweer bij de laatste letter van het alfabet, namelijk de Z. En daarvoor heb ik deze zwarte borden meegenomen. Ik vond het ontzettend mooi om bijvoorbeeld sushi op te serveren of zo. Het zijn van die stenen zwarte borden. Het is ook echt heel erg zwaar. Dus daar heb ik een paar van meegenomen, maar echt ontzettend mooi. En deze kost maar 99 cent per stuk. Dus echt ontzettend blij mee. En heeft er ook nog van die soort, ja, stickertjes op de achterkant waardoor het niet kan beschadigen. Of waardoor je bijvoorbeeld ook de tafel niet kan beschadigen. Dus dat is eigenlijk alles wat ik heb gehaald. Echt ontzettend veel, maar ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En ik ben dus goed geslaagd, want voor elke letter heb ik wat gevonden bij de Action. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dus ik hoop dat jij deze video leuk vond. Laat zeker weten wat jij van welke letter zou halen in de comments. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doei doei!